Allereerst beginnen met goedemorgen allemaal. Wat fijn dat iedereen er is. En dat we allemaal nog in het, nog voor kwart over negen hebben plaats kunnen nemen. En ik wil beginnen met ook Agnes van Bekken te bedanken voor het hele mooie orgelspel wat we net gehoord hebben. En ik wil u van harte welkom heten bij deze samenkomst in deze dorpskerk. Als ik hier sta, dan voel ik me altijd een beetje zenuwachtig. En niet omdat ik zenuwachtig ben, maar gewoon omdat het een gezonde spanning is om weer voor jullie te staan. Zoals elk jaar hier in Bloemendaal en in Bennebroek. Het is elk jaar dus een bijzonder moment om hier te staan. Dit jaar staat naast de bekende leus Vrijheid voor iedereen het thema Verzet centraal. Wat houdt dat in? Hoe doe je dat? En deden kinderen in de oorlog ook mee? Het antwoord is ja. Er was geen stop aan. Op de weg daar naartoe moest iedereen staan. Er was niks aan. Liters traan van verdriet, geen Duitse die het ziet en ze trekken zich er ook niks van aan. Hitler zelfs ook, boeit het ook niet, dat mensen doodgingen door hemzelf. Weet maar dat ik erg boos ben. Duitsers waren machtig en pakten ons land aankrachtig. Je werd overvallen en hoorde overal knallen. Je moest vaak schuilen en ook soms huilen. Joden werden door de Duitsers verboden. Gelukkig is het afgelopen en herdenken wij de slachtoffers die zijn omgekomen. Thank you.
BSV ziet er weer anders uit, dan is dit het moment waarop groep 8 het monument of de overdracht mag plaatsvinden. Nou, dus we moeten verschrikkelijk zijn geweest. Niet alleen voor de Joden, oorlog, het was het beest. Waarom moesten er zoveel doden? Zoveel verdriet, het heeft zo lang moeten duren. Iedereen die het ziet, zelfs door alle muren. Ze wisten iedereen te vinden, zoveel macht, door regen en winden. Het gaf de Duitsers steeds meer kracht. Al die bommen en schoten, jaren onderdrukking in het midden van de 20e eeuw, een grote mislukking. Er waren heel veel moorden op al die bange Joden. Verschrikkelijk was het die. Met mij in deze weer heel goed voor. Ja. Dan kunnen we volgend jaar weer gaan wachten het ook weer aan te gaan zwingen. Vergeet ik iets? Nee, prima. Dank jullie wel. Annie Schaft kon niet tegen onrechtvaardigheid. Ze vond het verschrikkelijk dat sommige mensen ondergedoken Joodse mensen verraden en daarvoor geld vroegen. Als je iemand verraadde, kreeg je daar 7,5 gulden voor. Dat was ongeveer 3,5 euro, zou ik maar zeggen. En als je er dus een hele hoop verraadde, kon je een aardig zakcentje bij verdienen. Maar je wist dan wel dat die mensen werden weggevoerd naar concentratiekampen en nooit meer terugkwamen. Uit woede voor dat gedrag was ze bereid, Annie Schaft, om mensen om te brengen. En dat deed ze dan ook. Toen ze werd gevonden zelf, kostte haar dus haar eigen leven. En toen de oorlog voorbij was, werd Annie Schaft in de duinen gevonden en kreeg ze een hele indrukwekkende begrafenis. Dat was die plechtigheid van plaats in de oude Bavo, in het hartje van Haarlem. Na de plechtigheid trok er een hele grote stoet vanaf die Bavo naar de erebegraafplaats in Bloemendaal, in de duinen. 7 kilometer lang, zoals ik al heb gezegd. En toen de eerste mensen aankwamen bij de erebegraafplaats, moesten de laatste nog vertrekken in Haarlem. De klokken luiden van de kerk. Alle vlaggen die er maar waren, die hingen al stok om Annie Schaft te eren. En ook de koningin en haar kinderen liepen mee in de stoet. En dan moet je je voorstellen, langs die stoet, langs de rij, stonden overal kinderen van jullie leeftijd uit de toenmalige lagere scholen, basisscholen. En die stonden allemaal stokstijf, zo met de handen langs hun lichaam. En die keken in eerbied toe naar wat daar gebeurde. Duizenden kinderen dus, stil langs de kant van de weg. En ze kregen complimenten later. Want geen enkel kind lachte of praatte met een ander. En de krant schreef: rustig, vol eerbied en ernstig stonden al die kinderen daar langs de weg. Ze voelden, denk ik, hoe dapper Annie Schaft was geweest. En waarom vertel ik nou dit verhaal? Ik vind het heel goed dat we ieder jaar stilstaan bij de oorlog. En zelfs zo belangrijk dat ik graag een toespraakje kom houden. En natuurlijk omdat we moeten vieren dat we in vrede en in vrijheid leven. Maar ook om stil te staan bij de vraag: wat zou ik nou eigenlijk zelf gedaan hebben in die tijd? Als ik een jonge man of een jonge vrouw zou zijn geweest. En eigenlijk is dat een vraag van alle tijden. Want kijk je toe als je om je heen onrechtvaardigheid ziet? Accepteer jij dat de ene de ander verraadt? Doe je iets? Of houd je toch voor alle zekerheid maar liever je mond? Omdat je denkt van nou, ik weet niet wat het voor consequenties voor mij heeft. Dat is een vraag die jullie en ik alleen maar voor onszelf kunnen beantwoorden. En
Ik hoop dat deze dag jullie daar een beetje toe aanzet om die vraag te stellen. Ik nodig jullie ook heel graag uit op 4 mei. Dan vindt er een hele indrukwekkende plechtigheid plaats. Waar wel 4000 mensen op afkomen. Wanneer er naar de erebegraafplaats gelopen wordt. Misschien gaan jullie mee, misschien met je ouders, misschien omdat je zelf geïnteresseerd bent. Dan voel je in ieder geval heel erg welkom. Dan voel je gewoon, als je daar bent, hoeveel indruk die oorlog voor mensen maakt, nu en ook in de